zusters en broeders, we staan hier nu op het kerkhof, waar we in het denkings Redemptrix ons riep, voor ons gedaan heeft en nog voor ons betekent. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer onze God, nu wij deze plaats hebben gezegend, vragen wij u dat zuster Redemptrix ons riep, te midden van alle heiligen en van allen op wie uw welbehagen rustte, mag verrijzen tot nieuw leven door Christus onze Heer. Amen. En laten we nu samen bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons steeds ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een ander een schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van de kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Mogen zij met allen die hier begraven liggen, in Gods barmhartigheid eeuwig rusten. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goed, vriend, en bedankt nogmaals.